Hallo, het is maandag. Hoe is het met jullie? Ik ben veel mooier dan normaal, dus dat hebben jullie vast ook. Maar dat komt omdat er allemaal dingen om je heen gebeurt en je bent op zoek naar je waarheid. Maar maak je niet druk. De volle maan en de schorpioen die komt eraan, de zevende. Dat zeg ik, die gaat alles onthullen. Alles, alles komt aan het licht. En misschien heb je nu al een drukke hoofd ervan. Nou, zon in de stier. Vandaag de maan in de weegschaal. Samen gecombineerd, zeiden ze, is een win-win situatie. Twee, drie, moet ik het zeggen. Dat is wat we op zoek zijn. Venus, die is het vandaag in de retrograde gaan. Dus die relatie testen. Want we houden heel veel van elkaar. We gaan heel veel met elkaar om. Maar dan zitten er nog allemaal dingen dat ze niet bij elkaar kunnen komen. Huidhonger, huidhonger. Er komt alle kanten van naar buiten. Dus dat heb je allemaal in je hoofd. En dat maakt het best wel druk. Dat je gewoon de juiste voor jezelf wil kiezen. Ja, maar wat ik je mee kan geven is: sta op, ga, maar wees heel artistiek. Want dat is Venus, Venus, stier. En de weegschaal is hier. Gebruik dat energie. Want de volle maan komt op. Sommige mensen slapen. Ik heb heel slecht geslapen gisteren al. Ik had allemaal plaatjes in mijn hoofd in de nacht. Dus misschien herkennen jullie dat ook. Het heeft te maken dat de volle maan in de Scorpio, het gaat over de onderwereld. Voor meer onderzoek. Eigenlijk zelfonderzoek. Dat schaduwen, dat manipulerende of dat wat niet komt allemaal aan het licht van jezelf. Dus de schaduwkant, de gevoelens. Op dit moment zijn er ook heel veel relatietesten. Moeder, kind, ouder, je weet wat ik bedoel, vrienden, verkeringen, driehoekrelaties, te druk. Dat wordt allemaal getest nu. Het komt allemaal omhoog. Dus geheimen worden onthuld. Dus mensen die niet staan met z'n tweetjes, die met z'n drie staan, kan ook allemaal naar buiten komen. Maar kiest nog steeds liefde. En wat nog heel leuk was. Deborah vertelde vandaag dat Adele eigenlijk jarig is. Ik adviseer jullie allemaal om naar haar eerste album te kijken, 19. Is gewoon eigenlijk, hè, nou begrijp ik haar ook beter wat ze wilde overbrengen. Misschien even weer Adele luisteren deze dagen. Dan komt het helemaal goed. En als je je afgewezen voelt, want dat is ook wat ik voel en praat met degene erover. Want soms is het niet alles wat het lijkt, hè. We denken zoveel. Daarom zeggen we zitten in onze hoofd en dat is een weegschaal. Die brengt eigenlijk de dag door denkend. Oh, maar liefdevol denken. Dus dan maar vragen, joh, wat is er aan de hand? Ik ben druk in mijn hoofd en ik denk aan jou, denk jij aan mij? Dat adviseer ik iedereen. En zie die relatietesten. Ja, het is zo. Maar ga voor een win-win situatie. Vandaag heb ik de draken uitgenodigd. Want ik vlieg de laatste tijd heel veel draken. Voor mensen die dan kijken weten, ik ben een drakenfan. Nou heb ik ook maar eindelijk een orakel van de draken gehaald. En aangezien we misschien om ons heen, de aliens, weet ik veel wat er allemaal in de lucht, waar die allemaal vuur zijn aan het spugen, gaan we even kijken wat de lieve draken aan ons willen vertellen. Vandaag was de dagkaart de anker. Probeer dingen te planten en te verankeren vandaag voor een betere toekomst. En weet dat je veilig bent, maar stel je wat positiever op. Ja, doe dat. Een stier en een weegschaal zijn heel lief als ze in het licht staan. Zijn heel begripvol. Alleen maar liefde is nooit heel zacht. Hè? Dan wil ik de illusie weghalen. Blijf het zeggen, moederliefde. De meest onvoorwaardelijk goede liefde. Maar het is nooit altijd heel zacht. Oké, vandaag. Leuk. Woensdag, donderdag. Twee kaarten samen. En dan gaan we naar het weekend, want dan worden we ook wat socialer. En dan zijn die dingen weer over. Maar de retrograden zijn er allemaal hier aan het zwaaien. En natuurlijk knuppelen. Zodat we allemaal naar het licht mogen reizen. De onderste kaart. Laat hoop je leiden naar de oplossingen. Oplossingen komen vaak uit een onverwachte hoek. Houd hoop. Hou hoop. Al maak ik grapjes over Rutte. Hou hem vast. Vandaag en morgen is het heel belangrijk. Dat is de achterkant. Kijk, ze lekker zoenen met elkaar. Wel leuk. Je intentie moet echt vanuit het licht zijn. En een heel kristal. Vooral naar jezelf.
voordat jullie stappen gaan ondernemen. Ik ga het maar op de Venus houden. We gaan strakjes kijken met de liefdeskaarten. Die Saturnus, dat zeg ik, die wijst de weg. En Pluto, die brengt je naar de onderwereld. En veel mensen hebben nu al last van de volle maan. Het is echt wel voelbaar. Je gedachten en woorden creëren je werkelijkheid. Kies ze zorgvuldig. Ga eerst in het licht staan. Vergeef jezelf heel vaak omdat je het wist, maar toch deed je het. Vergeet de ander is ook heel goed. Plant een nieuwe intentie en begin opnieuw. Draag kristallen. Draag engelenstenen. Kijk, draag de cellen niet. Was laatst nog gevallen. Draag blauwe stenen voor je keel. Dan kun je je waarheid uitspreken in liefde. Maar probeer zeer zeker kristalheldere intenties neer te zetten naar jezelf en naar anderen. Je moet loslaten, want ik begin te boeren. Het komt niet echt uit. Toch wel, hele zachte boer. Dus en het zijn dingen die echt, dat zeg ik, in de onderwereld. Het is een week van soul searching. Nou, op elkaar. Woensdag, bereik groot en nieuwe hoogte. Prachtig. En wat zegt de andere kaart? Accepteer jouw leven. Wauw, het is zo, zeg ik toch de hele tijd. Het is zo. Je hebt zo'n leuke guru die zei, kun je het oplossen? Ja, no stress. Kun je het niet oplossen? Nee, no stress. Je kan het niet oplossen. Klaar, druk maken, lost niks op. Accepteer jouw leven. Je bent eenmaal goed zoals je bent. Accepteer jezelf en werk vanuit daaruit aan de positieve veranderingen. Er is nu energie aanwezig om te groeien en geweldige dingen te bereiken. Dat wat in de lucht hangt, kan jou niet tegenhouden als je dat niet toelaat. Voor sommige mensen is dit een leuke periode. Dingen worden geboren. Je bent dicht bij jezelf. Je hebt meer tijd om te creëren. Creëer en breng dat naar de schijnwerpers, waar ik laatst over had. Doe dat. Laat anderen zien en accepteer vooral waar je staat, waar je naartoe gaat. En dan kun je de hoogtes bereiken. Ik had er vandaag nog heel leuk over. Mensen denken heel vaak balans dat dit het is. Het gaat zo. En de spiraal is altijd naar boven of zo. Mensen denken dat ze in één lijn naar boven. Ja, natuurlijk, dat bestaat, hè, dat stijgende. Klopt. Maar denk hier aan dat de tijd zo gaat. Je klimt trappen. Leuk. Gebruik die energie die aanwezig is, maar vanuit het licht. Vanuit het licht. En onderzoek echt dat laatste, ja, sommigen zitten al met de transformatie. Onderzoek dat stukje in jouw schaduw. Onderzoek dat, want dan trek je ook mensen aan die dat ook dragen. En dan ben je soms verder van huis en dan begrijp je het eigenlijk helemaal niet. Maar als je dat uit jou verwijdert, dan verwijder je ook heel vaak die energie. Want alles is energie. Alles is energie. Dat wat je bent, hoe vaak trek je ook aan. Dus wanneer je dat erkend is, omdat je het ook hebt, dat weten we, los het op. For better days, transform. En kijk eens, dat zeg ik. Ik voel dit heel erg. Bescherm jezelf. Pluto brengt heel veel blackness omhoog. Ook heel veel bewerking. Ja, heel veel black magic komt ook omhoog. Ik zie dat bij mensen op straat. Mag ik dat gewoon eerlijk tegen jullie zeggen? Als jij dat voelt of weet of ooit hebt meegemaakt, onderzoek jezelf. Werk vanuit witte magie. En bescherm jezelf met kaarsen, met kristallen, met kruiden. Er zijn genoeg mooie spreuken op internet. Maar je moet dit gaan doen. Dit is zo voelbaar. En dan wil ik nog eens over de aliens hebben, want ik denk dat ik het echt zie. Nee, echt waar. Bescherm jezelf. Eer je gevoeligheid en omring je met zachtheid en liefde voor mensen. Soms moet je jezelf ook echt beschermen voor anderen. Klopt, voor wat ze zeggen, wat ze doen en waar ze je naartoe brengen. Maar jij staat erbij en je kijkt ernaar. Dus als jij al hiermee begint, van de 1 naar de 2, accepteer dat het nu zo is. Dan ga je niet zo snel buiten jezelf. Ga je ook niet snel met anderen mee of iets. Toch wil ik ook aan heel veel mensen zeggen, ik voel dat sommige dingen in een andere cyclus zijn gebeurd. En in deze cyclus kom je erachter. Maar je moet het opruimen. En jongens, denk niet dat Black Magic alleen maar in Afrika bestaat. Hè? Europeanen, die kennen het ook allemaal. Hè? Aziaten, dus dat voor de mensen die denken, oh, dat is niet zo. Nee, nee, nee.
is voor iedereen die naar mij naar kijkt. Let op. En soms kun je dat zelfs met vrienden of familie dat zien. Waarschuw ze. Vertel ze. Van, joh, je hoeft ze niet bang te maken, want Guido heeft mij de code gegeven. Hè? Mijn gast, want echt waar. Die heeft me 3-1, echt waar. Die heeft me een code gegeven over de musical Wicked. En dat was zo mooi. Hij liet me dat stukje zien, want ik was een beetje van slag, benieuwd. Dus ik moet mezelf beschermen. En hij zei, evil will always be there, but Wicked will always win. You're Wicked. Je bent gek genoeg om dan ook gewoon voor jezelf op te komen en dingen te doen. Dus vergeet het. Echt, de donker zal er altijd zijn. Donker zal altijd naar je gestuurd worden. Mensen wensen ook dingen. Maar weet dat je gek genoeg bent om jezelf te beschermen. Je moet ook gek genoeg zijn om het te erzien, erkennen. Want sommige mensen denken, en dan heb je zoveel pech of iets in je leven. Check yourself. En soms zeg ik, bescherm jezelf voor mensen. Dat is relaties. Heel veel mensen dragen ook dingen. Vooral als je lichamelijk contact hebt met mensen die ook bewerkt of vervloekt zijn of alles. Let daarmee op. Bescherm jezelf. En accepteer dat het ooit zo is geweest. Maar dat het overgaat en dat het beter kan worden. Een portaal, ik het zei. 11-11. Dan gaan we naar de liefde. Oeh, die onderwereld van onderzoek. Diepe emoties die omhoog komen. Die soms ook totaal niet leuk zijn. Ja. Soms heb je die gevoelens gehad altijd of zoiets. En dan kom je nu pas liggen. En dan weet je ook waarom je weerstand of blokkade zet. Oké, singles. Wauw. Verliefde mensen. Kom uit. Verliefd. En verliefde mensen veel aan twijfelen. Twijfelen veel. En de kaart ook twijfelen. Oké, daar komt het eruit. Mooi. Vandaag is Venus. Dus ik zie er een mooie kaarten uitkomen. En de relatie, people. Zo. De single, die snapt het nu. Die wil het echt ware liefde. Of het kan soms zo zijn dat je in je single periode iemand ontmoet of herkent of mee samenreist. En ja, het is waar wat je voelt en waar je staat. En nu moet je weten hoe je hiermee gaat reizen. He, want ik blijf het zeggen, karmische relaties kunnen ook echt ware liefde geven. Kijk waar je staat en kies vooral ook voor ware liefde, want dat is wat ik voel. De meeste singles die zijn al zo ver om te weten dat ze voor de ware liefde gaan. En zijn er singles die zeggen die ergens te druk in de derde, tweede partij zijn. Kies voor ware liefde. Maar dat begint ook echt bij jezelf. Als jij genoeg waar van jezelf houdt, dan komt de ander ook. Maar het begint bij jou. En ik hoop dat de meeste singles hiermee doorhebben. Want als je verliefd wordt, kijk. Dus eigenlijk een ringetje. Dat is wat je wilt. Hè? Als je verliefd bent. Dat het gewoon samenkomt. Kijk hoe prachtig die kaarten vandaag. Met de Venus. Het is allemaal mogelijk. Als je eerst bij jezelf begint. Ik blijf zeggen. Ik heb het ooit een ritueel met mezelf gedaan. Heb ik een ring voor mezelf gekocht. En het werkte heel goed. Dus nu jullie. Koop een ring voor jezelf. Als je daarmee bezig bent. Met de ware liefde willen vinden. Sommigen zijn de ware liefde in hun kinderen. Dat ze daar ook genoeg mee hebben. Dat is al fantastisch. En als je dat al gewoon kan accepteren en aan kan nemen. Dan komt er nog meer. Hoe leuk is dat? Ik blijf het zeggen. We zijn er zoveel ware liefdes. Maar heel vaak zijn we zo op zoek naar dat ene. Dan moet je nooit naar zoeken. Die tikt jou altijd. Net wanneer je druk of chaotisch of ergens mee bezig bent. Maar dat is wat God wil. Dat je bezig bent met jezelf. En dan komt die cadeau. En vooral op zo'n manier. Waar van jezelf houden en weten dat je wilt trouwen, dat iemand hoort met je te trouwen. En trouwen blijf ik zeggen, het hoeft niet helemaal naar de kerk. Maar dat iemand heilig met jou wil zijn. Die een edelsteentje, die jou als zo ziet. That's the one. Kijk, van de één ga je naar de twee. Dus begin bij het waar voor jezelf te houden. Of dat wat je voelt, dat het echt is, bespreek het. Te veel kijken. Maar dat is die relatietest.
De onderwereld komt omhoog. Je bepaalde dingen komen omhoog. Kan ook. Het ziet er leuk uit, maar misschien ben je onderweg en sommigen manipuleren om dit. Let heel goed op. In de relatie. Kijk. Er zijn twee situaties. Ik hoor schoonmoeder, gewoon schoonfamilie. Ook andersom, zowel van de man of van de vrouw. Dan zei je er misschien ertussen als een wallflower. Of je hebt te maken met een meid en een jongen en iets. Je merkt het, maar je kan niet je vinger opleggen en het laat je te veel nadenken. Het mag ook familie zijn, hè? Dan komt deze kaart. Communiceer hierover. Tot die andere twee situaties, of die twee financiën, of die twee, daar laat me te veel nadenken. Er zijn twee dingen die opgelost moeten worden. Communiceer daarover, want kijk eens. Soms is het een communicatie wat ontbreekt. Praat erover met elkaar. Maar naar buiten staren en hopen dat het op je hoofd valt. Ik blijf het zeggen, altijd actie ondernemen. Dat wat je weet of voelt, neem actie dan daarna. Communiceer, vraag. Vraag, stel vragen. Niks is dom om te vragen. I just want to know. Zodat je het goed voor jezelf kan doen en vooral thuis. Op dit moment zijn we al zo diep, vooral mensen die in quarantaine thuis, je hebt elkaar al zo diep in de ogen aangekeken dat je weet wie we zijn. En dan gaan we even kijken waar we naartoe gaan. Maar dat twee situaties moeten nu echt opgelost worden. En dat doe je door te communiceren en tot op een lijn te komen. Want dit geldt echt wel voor dit. En soms moet je gaan scheiden, want ik hoor mijn hoofd is te druk. Is te druk, wil ik zien. En daaronder ga ik weer. Blijf het zeggen. En het heeft niet meer te maken per se dat een persoon er is. Dat dan in jouw raad zit. Zeg ik niet vreemd gaan of niet vreemd gaan. Je weet zelf waar het staat. Maar iets is te veel tussen jullie tweeën. In een negatieve manier. Want eigenlijk is de vader, en daar geloof ik altijd in. Man en een vrouw of twee vrouwen, twee mannen. En liefde of God. Breng het allemaal naar het licht. Maar voor je uitstaren. Denkend. Dat je niet hoeft te verwachten of het gesprek niet aan. Dan weet je ook welke kant je moet naar het licht. En laat andere mensen jou niet in het donker zetten. Omdat ze... Doe dat niet. Laat het. En dan blijf ik zeggen, het mag geen vriendschappen, helaas, alles. Je weet wel zelf waar je een vraag over hebt. En anders vlieg op de draken. En laat ze allemaal... Ik ga niet zeggen verbranden, dat is geen goed woord. Maar vuur is transformatie. Laat ze transformeren. Maar transformeer zelf voor Better Days. Het begint altijd bij jou in liefde. Gebruik de energie van vandaag. Tuurlijk gaat het binnenkort naar de weekend aan het boogschutten. Misschien een jongen schieten en alles. Maar die zijn ook wat socialer en grappiger. Dus misschien kun je het op een grappige manier het overbrengen. Kijk de onderste kaart. Een soort van regenboog. Laat je hoop leiden naar de oplossingen. Oplossingen komen vaak uit een onverwacht zoek. Oh nee, dat zijn die kaarten van... Oh nee, toch dat. Even een beetje noir. Zeg, ik ben een beetje moe. Readings gedaan. En dan moet ik nog vloggen. Nou, dat was het. Ik hoop dat jullie wat aan hebben gehad. Dan zien we elkaar donderdag weer. Kies woensdag een kaart uit. En dan gaan we ervoor. Gebruik de energie en luister naar Adele. Misschien kom je wel iets tegen die jou verder kan helpen. Ja, en ga... Voor de ware liefde. Heb hoop. Heb hoop. Laat niemand je hoop afpakken. En relatietesten zijn hier. Dat doet de Scorpio. Not me. Dikke doei doei. Tot snel weer.